De laatste keer in Total Drama Island. De kandidaten raakten nogal verhit. Heather zat Leshana op de huid bij de kookwedstrijd en gedroeg zich nogal ijzig. En onze Owen had een zware dag. Jeff bracht de bijtende baarzen de zegen en de blerende bosratten leken alleen nog maar te verliezen. En we zeiden Beth vaarwel. Doei doei. Hebben de ratten de vloek verbroken? En hoeveel vertrouwen hebben ze eigenlijk in elkaar? Bekijk het hier en nu in Total Drama Island. Your mom and dad, I'm doing fine. You guys are on my mind. You asked me what I wanted to be, and now I think the answer is plain to see. I wanna be famous. I wanna live close to the sun. Oh, pack your bags, cause I've already won. Everything to prove, nothing in my way. I'll get there one day. Het ontbijt van vandaag is Hawaii-Italiaanse fusion stoofpot. Je bedoelt die overheerlijke kliekjes van de kookwedstrijd? Ja, inderdaad! En vind je dat een probleem? Nee, chef, nee! Tja! Wil jij misschien een hoestdrankje? Over ongestraft op kon sluiten in een vriezer? Jij zult er nog spijt van krijgen dat je me ooit ontmoet hebt. Dat had ik al. Jij bent echt een... Tja! Oh, ik haat het hier. Dat zag ik. Waarom steel je nou een mok? Omdat die cool is en ik geen mok heb. Geen mok had, bedoel ik. Straks sturen ze je weg. Oh. En ik dacht nog wel dat je niets om me gaf. We hebben één man minder en ik ga niet verliezen omdat jij de crimineel uit wil hangen. Het zal wel. Jij wil mij. Oh, wat kan mij toch schelen? Hi, Chris weer. Het komt voor dat een team niet helemaal klikt. Dus de producent en ik hebben een manier gevonden om de groepsruzies in beeld te brengen. Als een komisch nummer. Dit wordt helemaal het einde. Zo, de vorige proef bracht wat bosratproblemen aan het licht. En ik bespeur ook een klein rimpelingetje in de baarzenvijver. Oh! Dus, de proef van deze week gaat om het aankweken van vertrouwen. Want, hey, al het goede begint met wat vertrouwen in elkaar. Ik had ooit vertrouwen in Trent. En hij liet mijn leven begraven achter. Er komen drie grote proeven die uitgevoerd moeten worden door twee of meer leden van jullie team. Doorgaans laten wij de kandidaten hun partners kiezen. Maar dit keer niet. Dat is leuker voor mij. Oké, dan komt nu de eerste proef. Jullie mogen je bewijzen in een extreem klimavontuur. DJ en Duncan strijden voor de baarzen. Heather en Gwen voor de bosratten. Hier zijn zekering en harnas. Hey, ergens last van? Je denkt toch niet dat ik me door jou laat vasthouden? Je houdt er ook niet echt vast, zo gezegd. Eén teamlid trekt de touw door de zekering als hun partner klimt. Als de klimmer valt, dan voorkomt de zekering een ongeluk. Het probleem? Zowel de wand als de voet van de berg hebben een paar kleine ongemakken. Zoals... uitstekende spijkers, glibberige olieplekken, milde bommetjes... en nog een paar andere verrassingen. Tof, hé. Degene met de zekering trekt ook het harnas van zijn partner aan. Het gaat om vertrouwen, mensen. En vergeet niet, de kabel mag je nooit loslaten. Het leven van je partner is ervan afhankelijk.
Sorry hoor. Kunnen we geen partnerruil doen? Ik heb geen zin om van een berg gedropt te worden. Alsjeblieft. Ik ben echt dol op je gezelschap. Maar ik ga geen poel verpesten door jou te laten vallen. Dus, benen wijd. Ik heb dit nog nooit gedaan. Jij wel? Ja hoor. Want in de bak leer je doorlopen muren beklimmen. Oh, sorry klein konijntje. Je kunt niet mee met mij. Vertrouw Jeff maar. Dat is mijn maatje. Yo Jeff, hou mijn konijn vast terwijl ik klim. Bedankt man. Oké, man. Kleine pluizenmand. Is hij lief? Zo, je zit goed vast. Waar is dat tweede touw voor? Een veiligheidslijn. Waar sta je nou zo stom over te lachen? Niets hoor. Ik ben alleen heel blij dat we deze proef samen mogen doen. Dan had ze me maar niet zo moeten piepelen. Ik ben een uitblinker in wraak en ultieme vernedering. Ik heb verrassingen beloofd. Mexicaanse chili saus, lieve Jess. Ah, wat doe je, Chris? Auw! Muy caliente. Kun je nou echt niet beter? Of wij echt niet beter kunnen? Je wilt toch niet vallen op je billen? Help! Ah! Nou, dat zie je ook niet elke dag. Nee, jij niet, jongen. Jij dus niet. Dat doet pijn. Ja, best wel. Ah, pech gehad. Zo te zien winnen de bosratten de eerste proef. Yes! Oeps! En nu ronde 2. De extreme kokkerel wedstrijd. Elk team beslist wie kookt en wie eet. Ik was de vorige keer kok. Nu jij maar. Oh, dat. Ik zou wel koken. Oké, ze is niet echt een genie. Maar hey, het is koken. Wat kan ze daar nou aan verpesten? Vandaag bereiden jullie fugu sashimi, de klassieke Japanse giftige kogelvis. De fugu-kogelvis bezit genoeg gif om 30 mensen te doden. Visjes naar de hemel! Ah! Jullie moeten dus uiterst voorzichtig om de giftige organen heen snijden. Het gif verlamt de zenuwen en er bestaat geen tegengif. Dus geen zorgen. Hey, jij hebt toch biologieles gehad, hè? Beginnen! Woehoe. Het is klaar. Uitstekend! Je zei toch dat je geslaagd was voor biologie? Nee, ik heb biologie gehad. Oh. Eeuw.
Het is oké. Geef hem 24 uur en hij loopt en ademt weer als een jonge god. Kan niemand de jongen even helpen? De laatste is een rotte kogelvis. Oeps. Oh, ik moet eerst mijn konijntje in veiligheid brengen. Zo dapper dat je die vis op had. Nee, Bridgie. Dat komt omdat ik je vertrouw. Jij bent cool. Weet je wat nog meer cool is? Joehoe! Dit doet geen centje pijn. Doet heel veel pijn. Nee! Konijn! De arend! Jeff, pak hem! Hoe? Grijp zijn poot of zijn vleugels of zoiets! Goed zo. Kom, adelaartje. Oh, nee, hè? Goed nieuws. De derde ronde bestaat uit nog 3 proeven. Het zijn de 3 blinde proeven dus. We starten met de blinde Wilhelm Tell. Gevolgd door de blinde trapeze. En als hoogtepunt de gevaarlijke blinde afdaling. Hé, hey, waar is Konijn? Ik mis hem. Konijn? Ik haal hem wel. Zoals de beroemde schutter Wilhelm Tell schieten jullie pijlen van het hoofd van je partner met galappels. Was het niet andersom in het verhaal? Stil! En kijk, ter schutter krijgt een blinddoek, oma. Degene die de pijl eraf schiet en de minste schade aan het gezicht veroorzaakt, wint. Ah, gevoelig. Lashana en Owen, jullie zijn een team. En Courtney en Sadie het andere. Ik ben vreselijk allergisch voor appels. Oeh, ik schiet wel. Ik schiet vaak raak. Dat hoop ik dan maar. Oké, we gaan nu beginnen. Wauw! Oeh, schoot ik nou in de roos? Dit keer schiet ik raak. Lashana heeft al gewonnen. Hé, hey, Mups, het is al afgelopen. Oh. Sadie, het is voorbij, man. Hou nu op. Oepsie. Sorry. Oh, jij gaat eruit. Oh. En nu... de blinde trapeze. Om ongelukken te voorkomen is de trapeze over de vijver geplaatst. En die zit vol kwallen. Jullie twee staan geblinddoekt op het platform tot je partner je zegt dat je kan springen. En dan? Dan vangen ze jullie hopelijk. Of het wordt een nogal pijnlijk stukje zwemmen. Oké, hoppa! Hey yo, waar is Konijn? Huh? Oh, vergeten. Ik zette hem... er was een... Hij is niet langer bij ons. Hij hipte weg, maar hij komt vast weer terug. Sorry, man. Nee. Het is niet jouw schuld, man. Mijn kleine konijn. Het was zo'n goede vriend. Konijn! Waarom heb je me dit aangedaan? Oké, Bridget. Spring nu! Oh, als we willen winnen, moet je me vertrouwen. Oké, sorry. Opnieuw. Oké. 1, 2, 3. Spring! Goed zo! Het is gelukt! Oké,
Oké, bosratten, jullie beurt. Oké. 1, 2, 3, spring! Oh nee, nog niet! Auw, en dat is een punt voor de bijtende baars. Sorry. Soms krijg je zomaar een cadeautje van bovenaf. Niet te geloven dat ik vertrouwde op die... Auw! Deze prikkende kwallenbal! Auw! Wat? Waar ben ik nou weer? Je bent in de ziekenboeg. Ik hoop wel dat je iets hebt voor het verwijderen van kwallen. Wat doet Duncan daar nou met een konijn? En nu het laatste deel. De blinde afdaling. De wat? Elk team heeft een bestuurder en een navigator. De bestuurder stuurt en de navigator roept aanwijzingen. Oh ja, en de bestuurder is geblinddoekt. Ja. Er zijn er niet zoveel meer over, hè? Jullie vallen maar af. Nou ja, Gwen en Lashana, Jeff en DJ. DJ, man, ik weet dat je treurt om je konijntje, maar we moeten gefocust zijn. Dit betekent leven of zware, serieuze verwondingen. Konijn, niet meer de steek. En moet ik jou vertrouwen? Hallo, ik wil toch ook niet gewond raken? Beetje kleimiddel. Dan krijgen jullie de vaart erin. Op uw plaats! Opgelet! Rechts! Rechts! Kijk uit voor die boom! Oppassen! Woehoe! Oh, maak me gek! Oh. Ik wil nu nog niet dood! DJ! Je moet echt wel sturen, man! Konijntje zou gewild hebben dat je het overleeft! Hey, DJ! Kijk eens wie hier is! DJ! Duncan heeft konijn! Geen geintjes, man! Konijn! Daar ben je, man! Oké, kom maar op dan! Links! Rechts! Hup, DJ, hup! Rechts! Links! Rechts! Links! Wat was dat dan weer? We hadden een paar bommetjes over en ik hou niet van verspilling. Links! Bedankt, Duncan. Echt te gek. Ach, hou op, man. Het is maar een stom konijntje. Wat aardig dat je een nieuw konijn vond voor DJ. Je bent toch oké? Wat? Nee, echt niet. Wel waar. Je bent zelfs heel lief. Ik weet niet waar je het over hebt. Ik zag wat je deed, Duncan. Wat dan nog? Hij bleef maar achter me aanlopen, dat maffe konijn. Oké, goed. Je hebt gelijk. Ben je nu tevreden? Luister, zeg het tegen niemand, oké? Ik wil niet dat ze denken dat ik een softie ben. Bij mij is je geheim veilig. Ik ben niet aardig, oké? Knoop het goed in je oren. De baarzen zijn de winnaars van de afdalingsrace. Yeah! Jammer genoeg zei ik dat de proeven blind gedaan moesten worden. Door één moment zijn blinddoek af te doen, hield je je niet aan de regels, waardoor de bosratten vandaag winnaar zijn. Yes! En terecht. Oh ja, baby, zo gaat ie lekker. Wie wil er snoepgoed? Een lekker zoetje dat nu staat voor vrijstelling,
veiligheid, geruststelling. Schiet nou maar een beetje op. En als je geen marshmallow krijgt, moet je over de pier der schaamte en kom je nooit meer terug. Nooit meer. Eens kijken. 1 voor Duncan, 1 voor Bridget, 1 voor Courtney. DJ, Jeff. Goed gedaan, mijn broeders. Zo te zien hebben we er nog maar 1 over. Sadie en Harold. De laatste marshmallow. Als ik zeg dat iemand eruit gaat, dan gaat ze er ook uit. Oh, schiet nou toch eens op! Rustig aan! Het publiek smult van dit soort dramatische afsluitingen. Oh. Harold. Weet je wat? Ik vind het wel best, hoor. Marshmallow mafkezen! De rest van jullie is veilig. Voorlopig nog.